We zijn hier bij een sparringspartij. De jongens hebben net getraind. We zijn bij Van Hof Boxing. En we zijn in voorbereiding voor een mooi event in hal 4 in Rotterdam. Dat zal op 16 februari worden gehouden. En dat zal de eerste debuutpartij worden van Steven Danjo in Nederland. Dus een echte profpartij. Die gaat over 6 rondes tegen een sterke jongen uit Georgië. Dus dat belooft een spektakel te worden. Ik heb er echt zin in. Het is alweer 3 jaar geleden dat ik in Rotterdam een wedstrijd heb kunnen draaien. Ik ben er klaar voor, ik ben hard aan het trainen, dus ik kijk ernaar uit. Je komt natuurlijk terug uit Engeland. Wat heb je eigenlijk de laatste maanden gedaan vooral? Ik ben 2016 ben ik toen destijds verhuisd naar Engeland. Daar heb ik veel ervaring op gedaan. Daar ben ik Europees kampioen geworden in een jaar tijd. Boksen hier in Nederland is echt in de lift. Iedereen is ermee bezig, het wordt uitgezonden op televisie. Er zijn verschillende events. Ja, het is gewoon mooi om weer terug te zijn en ja, hier mijn kunnen en kunde te laten zien. Je staat nadrukkelijk te kijken. Wat voor indruk maakt hij op je? Nou, een hele fitte indruk. Hij is enorm gebrand om een hele mooie partij neer te zetten. Om als eerste partij hier weer aan het publiek te laten zien wat hij allemaal in huis heeft. Ja, dat is fantastisch om te zien. Dus hij is fit en hij is gebrand. Dat belooft echt spektakel te worden. Dat wordt mijn 20e partij. Elke partij moet je gewoon serieus nemen. Als het een 6-ronde partij is, 8 of 12. Dit is een belangrijke partij. Iedereen komt kijken die me ook 3 jaar niet heeft zien boksen. Dus het is wel echt mooi om op thuisfront gewoon echt te presteren.